De verduurzaming van de gebouwde omgeving, zowel nieuwbouw als bestaand vastgoed, is een grote en complexe opgave. Politieke en technologische ontwikkelingen vermengen zich en dat leidt tot versnipperde doelstellingen op het gebied van energieopwekking, milieuprestaties en CO2-reductie. En daardoorheen spelen ook nog de ambities ten aanzien van circulariteit. Zo krijg je een hoop dingen die je tegelijk met elkaar moet gaan bespelen. Verduurzaming in de gebouwde omgeving wordt tegenwoordig gemeten met de EPC, met de energieindexen. De opvolger wordt bijna energie-neutrale gebouwen. Maar wat we nog missen, dat is dat je langs CO2 gaat meten. En dat we langs CO2 gaan belasten. Want dat is waar het feitelijk om gaat. De rol van Heiligers bij verduurzamingsprojecten die wij uitvoeren is van begin af aan kijken naar de verduurzamingsmogelijkheden die er zijn. De ambitie die er ligt. De staat van het gebouw, hoe kun je dat aanpakken? Bewonersoverlast is niet onbelangrijk. In welke mate kunnen we het comfort verbeteren en de gezondheid in de woning verbeteren voor de bewoners? En wat er overheen ligt is ook nog de energievisie van de gemeente, de warmtevisie en de planning van de nutsbedrijven. Wat zijn de plannen van hun en kun je daar gebruik van maken of op aansluiten bij de verduurzamingsplannen voor het object? Bij CO2-reductie denken we altijd het eerst aan energie en dat is natuurlijk een heel groot en belangrijk item. Maar CO2 zit ook in materialen die je gebruikt in de bouw. En als je bijvoorbeeld een pand wegdoet en je sloopt het en je maakt nieuwbouw, dan heb je bij die beide dingen komt ook heel veel CO2-emissie vrij. En dat moet je eigenlijk vergelijken met dat je een bestaand gebouw doorexploiteert en dat je dat gebouw gaat verbeteren. Bij het oppakken van de verduurzamingsopgaves is een goed op elkaar ingespeeld team belangrijk, omdat het eigenlijk altijd om maatwerk gaat. En gezamenlijk kunnen we op die manier het maatpak maken voor die situatie. Verduurzamen van bestaand vastgoed, dan heb je te maken met bewoners. En voor hun is techniek niet zo heel erg interessant. Het is vooral van belang dat ze meegenomen worden in het hele proces van begin af aan. Zijn er al klachten die je mee kan nemen tijdens de verduurzaming en de renovatie? Het wordt wel mooi, dat is waar. Heiligers en haar partners komen graag met u in gesprek om aan de hand van een nuchtere, integrale visie en met kennis van zaken uw verduurzamingsvraagstuk op te lossen.